Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik aubergines zaaien. En nu heb ik gekozen voor de variëteit Kaberi. Dit is een F1, oftewel een hybride variëteit. Dit zijn vrij klein blijvende aubergines, net iets groter dan een ei. En ik wilde dit seizoen eens deze uitproberen. Nu zullen sommigen wel van jullie wel eens denken van, goh, hoe ga je die nu in november al zaaien? Dat is toch veel te vroeg? Want normaal wordt er geadviseerd om vanaf februari te zaaien. Maar ik kan uit ervaring zeggen, aubergines groeien vrij gestaag en het duurt eigenlijk toch best wel lang voordat er vruchtzetting komt aan de plant. Nu is de oogst, maar ook de groei en de bloei vrij afhankelijk van het weer wat wij hier hebben in ons kikkerlandje. Dan praat ik over België, ook Nederland. We hebben geluk als we bijvoorbeeld een warme, niet al te droge zomer hebben. De vorige zomer was eigenlijk vrij nat. En dan kan het best wel lang duren voordat je van die prachtige aubergines aan je plant hebt hangen. Dus vandaar uit eigen ervaring dat ik in november al begin met zaaien. Zoals altijd heb ik hier mijn Ello-kastje erbij. Ik heb deze eigenlijk nog niet zo lang geleden gekocht. In mijn vorige video's, al van een aantal jaren geleden, kun je mij ook zien met Ello-kastjes. Ik maak hier geen reclame voor of zo hoor. Maar ik vind het hele fijne kastjes in gebruik. Bovenaan de deksel heb je de luchttoevoerregeling. En wat ik ook prettig vind, want de vorige jaren had Ello namelijk van het hard kunststoffen dekseltjes. En als je die dan per ongeluk eens op de grond liet vallen, dan zat er al een aardige barst in of er vloog een stukje vanaf. Nu zijn de deksels van een wat flexibeler kunststof gemaakt, waardoor, laat je ze een aantal keren vallen, dat gaat niet zo snel kapot. Dus dat vind ik toch wel een pluspunt van de Ello zaaikastjes. Bij het zaaien gebruik ik altijd zaaiplugs. Ik vind zaaiplugs heel fijn, sowieso dat je wat meer precies zaait. Plus de zaailingen maken hierdoor een mooi wortelstelsel aan. Je kunt ook vanaf de onderkant dat mooi in de gaten houden. Sowieso, want ik kan deze bak ook al volgooien met zaai- en stekpotgrond. Maar als je het zo zaait in zaaiplugs, dan bespaar je ook wat potgrond. Dus ik vind dat op zich wel ook wel wat economischer dan. En het is makkelijk water geven. Dat, want er zat geen perliet in. Ik heb daar wat perliet aan toegevoegd van DCM. Ik gebruik nu ook al jaren producten van DCM en ben daar zeer tevreden over. Als je je afvraagt waar is perlieten dan eigenlijk voor? Perlieten is eigenlijk voor het stimuleren van een goede drainage. Dus dat het water goed wegloopt. Voor de, op hetzelfde moment is dit een ideale lucht- en waterverhouding in de potgrond. Plus het reflecteert het licht voor stevige planten. Ja, op dit moment ga ik zaaien, dus er is nog geen sprake van een stevige plant. Maar nu doe ik het dus puur al samengesteld in deze bak. Ik heb daar ook gelijk wat beendermeel aan toegevoegd. Die beendermeel is ook biologisch en deze is ook van DCM. Beendermeel bijvoorbeeld bevordert de wortelgroei, maar ook, ook gelijk stimulatie voor de plant zelf. Stimuleert ook tevens de bloei. Ah ja, dat staat hierop.
Dus vandaar dat ik er ook beendermeel aan toe heb gevoegd. Tevens is beendermeel een uitstekende energiebron voor talrijke bodembacteriën. En bodembacteriën zijn ook heel erg belangrijk. Dus beendermeel geeft dus niet alleen voeding, maar houdt ook de bodemvruchtbaarheid op peil. Dus zeker niet onbelangrijk. Door de milde werking mag dit ook al meegegeven worden met zaaien of met stekken. En je mag het uiteraard sowieso meegeven als je plantjes aanplant of verpot bijvoorbeeld. Dus zeker een must-have in de moestuin. Goed, ik ga een paar van die zaaiplugs van de zaaitray vullen. Ik ga eerst eventjes die hybride soort, de Kaberi, aubergine zaaien. En dan heb ik ook nog zaadjes van de Bellezza Nera. En dat is een Italiaanse Higherloom aubergine. Dus die is ook heel erg leuk. Is dan eigenlijk klaar voor gebruik. Zo. Dus dit is voor de Kaberi. Zo. Goed, ik ga de potgrond een beetje bevochtigen alvast. Hoeft niet hoor, maar dat doe ik zelf zo. Nou, dan. De diepte dat we de zaadjes van aubergine het best zaaien is ongeveer een halve tot een centimeter. Dus een halve centimeter tot een centimeter. Ik doe dat gewoon met de bovenkant van een potlood. Vind ik persoonlijk het makkelijkst. Zo, dus de gaatjes zijn dus gemaakt. Dan gaan we er nu de zaadjes erin doen. Zo, de zaadjes van de Kaberi zijn gezaaid. Dit was nog een restantje die ik had. Ik heb al andere gezaaid in een kleiner zaaibakje van die ik heb. Die staan beneden op een warm plekje in de kelder. En normaliter zouden we dan na 2 weken toch echt wel de eerste kiemplantjes boven het aarde moeten zien komen. Dus erg belangrijk dus dat de zaden van een aubergine op een warm plekje worden neergezet. Om zo de kieming zo goed mogelijk te stimuleren. Ik zou zeggen zeker niet minder dan 20 graden. Ik denk de ruimte waar ze in moeten staan, het beste 20 graden zo. Dus je kunt altijd ook gebruik maken van een warmtematje indien je niet zeker bent dat de ruimte waar het kastje in staat warm genoeg is. Dan kun je zeker gebruik maken van een warmtematje. Ik zou die wel aankopen bij een winkel waar je terecht kunt qua vertrouwen. Ik zou zeggen moestuinbeetjes. Moestuinbeetjes heeft ook een heel leuk YouTube kanaal. Ik zou daar zeker ook eens kijken. Die heeft zulke leuke video's. Ik volg die ook op Facebook. Die man heeft ook een hele leuke, Tom heet die, by the way.
Tom heeft ook een hele leuke, goed gevulde webshop met een aardig assortiment. En ik dacht dat hij ook warmtematjes verkoopt. Ik weet wel dat hij kastjes inclusief verwarming, ingebouwde verwarming verkoopt. En dat zijn ook hele mooie zaaikassen. Maar ik doe het al jaren zo. Ik ben een gewoontedier. Ik doe wat ik gewend ben. En ik ben het zo al jaren gewend. En zo lukt het ook. Ik ga ze nog eventjes een beetje bewateren voordat ze in de kweektent gaan staan. Daar gaan ze staan namelijk. Daar is het lekker warm. Uiteraard check ik de zaaitrays altijd of er niet bij bewaterd moet worden. En met een plantenspuit is dat hartstikke makkelijk. Zo wordt het water ook gelijk verdeeld. En weet je zeker dat ieder plugje voldoende water heeft gekregen. Goed, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. En ik zie jullie dan graag terug bij een update van de aubergine-zaailingen. Het is een beetje een treurig weertje vandaag, maar dat mag de pret zeker niet drukken. Nog een fijn weekend iedereen. Dag! Lagi, bitte, lagi, na, na, ke. Lagi, bitte, lagi, na, na, ke.